Het kunstwerk stelt een alternatief filmdoek voor en weerspiegelt alles wat er in de omgeving te zien is. De spiegel heeft het formaat van een bioscoopscherm, 6 meter hoog en 14 meter breed. En het idee erachter is eigenlijk dat het reflecteert zeg maar, het mooie Brabantse landschap hier bij Veghel. Je ziet jezelf ook in de film. Zeg maar. Dus je bent zelf een soort personage haast en je ziet natuurlijk wat er achter je gebeurt. En dat is hier heel mooi, want je hebt aardbeienvelden waar geplukt wordt en zo. Toch verdwijnt dit uitzicht langzaam, want vanaf 2012 worden er in het buitengebied van Veghel woningen gebouwd. Ook die verandering zal via de spiegel te volgen zijn. Het plaatsen van het enorme kunstwerk was nog een hele klus. Ja, ho, ho, ho. Er moest natuurlijk een flinke constructie achter zitten om dat allemaal stevig te houden tegen wind en soort. Onder de grond, zou ik maar zeggen, ligt een grote, hele grote betonnen plaat en daar staat het hele gevaarte op. En een stalen frame houdt de wand vast eigenlijk. En daar zit de spiegel zelf weer tegenaan. Morgen wordt het kunstwerk officieel onthuld.